Ja, leuk dat je luistert naar Nergens een Ding van Maken. Ik wil nog even kijken naar de vorige twee talks waarin het ging over emoties. En wat zou je nou samenvattend kunnen zeggen? Dat je eigenlijk twee dingen hebt. Tenminste, dat lijkt zo. In de ervaring zijn er twee dingen. In werkelijkheid is er maar één ding. Maar in je ervaring zou je kunnen zeggen, de ene kant heb je projectie en aan de andere kant heb je schepping. En het is belangrijk om dit onderscheid te gaan zien voor jezelf. Om dat helder te krijgen van wanneer ben ik nu aan het projecteren en wanneer is er sprake van schepping. En dit kun je ook, dit kun je weten aan de hand van hoe je je voelt. Is er in jou een gevoel van spanning, van vermoeidheid, lamlendigheid, zwaarte, verveling, leegte, onrust, onvrede, het gevoel dat je wil vluchten, dat je ergens voor weg wil lopen, dat je afleiding zoekt, dat je down en depressief bent, dat je irritatie voelt. Kortom, dat kun je ook allemaal samenvatten onder spanning en onvrede. Nou, als dat het geval is, dan kun je weten dat je projectie aan de lijn hebt. Dat je aan het projecteren bent. En het positieve, ik zou nog kunnen zeggen, de meest positieve projecties zijn dan bijvoorbeeld een kick krijgen van iets, of een soort tijdelijke bevrediging, dat je denkt van, ik heb dit maar mooi gefixt. Het is een soort van trots zijn ergens op of zo. Dat zijn nog de positieve projecties, zou je kunnen zeggen. De projecties waarvan je denkt dat die nog heel aantrekkelijk zijn. Maar ze zijn altijd tijdelijk en daarna zit je altijd weer met een soort, ja, kater, zal ik maar zeggen. Of het dient opnieuw bevredigd te worden. Dus dat is allemaal projectie en dat heeft geen betekenis. En schepping daarentegen is een uitbreiding van liefde. Het is een uitbreiding van jouw ware wezen, van dat wat jij werkelijk bent. En het is net als de schepper zelf, eeuwig en onbegrensd. En het is onafhankelijk van uiterlijke omstandigheden. Het is een uitdrukking van jouw wezen. Het is een uitdrukking van wat jij werkelijk bent. Het is een uitdrukking van geluk. Want geluk is wat je bent. Het is een uitdrukking van vreugde. Want vreugde is wat je bent. Het is een uitdrukking van liefde. Want liefde is wat je bent. Het is een uitdrukking van vrijheid. Want vrijheid is wat jij bent. Dus dat zijn allemaal uitdrukkingen, emoties of gevoelens waarvan je weet, ja, dit is wie ik ben. Dit is een soort verlengstuk van wie ik ben. Dit is mijzelf uitdrukken als mijzelf. En dat soort gevoelens of emoties zijn dus een gevolg van de schepping. En die zijn niet een gevolg van een innerlijk conflict. Terwijl als je gaat projecteren, is dat altijd een uitdrukking van een innerlijk conflict. Van wat ik al zei, van de druk moet van de ketel. De spanning is niet meer te verdragen en het zoekt een uitweg naar buiten. En nu zou je kunnen zeggen dat de projecties zijn altijd zonder inhoud. Ze geven een gevoel van leegte
En als je ze hebt uitgespuugd, zal ik maar zeggen, zijn ze altijd met een zekere schuld en schaamte beladen. Dus als jij een woedeuitbarsting krijgt, of je uit je frustraties of je onvrede, dan is iets in jou die voelt zich daar schuldig of slecht over. Of als je ineens heel erg gaat huilen om het een of het ander, dan kan het ook zo zijn dat je je eigenlijk schaamt, dat je denkt, oh, wat heb ik nou gedaan, of heb ik me aangesteld, of ben ik aan het klagen geweest. Het zijn allemaal met schuld en schaamte beladen emoties, maar af en toe moet het er gewoon uit, dus dan gebeurt dat ook, maar het zijn geen bevrijdende emoties. Hè? Dus het is ze putten ook uit. Na de hand ben je daar ontzettend moe van. Want het zijn. Maar toch is het ook niet goed om ze te blijven onderdrukken. Dus wees daarin ook niet streng voor jezelf. Als ze eruit komen, komen ze eruit. Maar ze zijn een gevolg van een innerlijk conflict. En in het geval van schepping zijn ze een gevolg van een verlangen naar het uitdrukken van jouw wezen, een uitdrukking van liefde. Dus daarin is een heel duidelijk verschil te merken. En ja, en projecteren maakt nooit gelukkig en scheppen maakt altijd gelukkig. Dus projecteren is ergens van af willen en het naar buiten werpen. En scheppen is de vreugde in je naar buiten brengen vanwege de vreugde van het delen. Dus dat zijn twee totaal andere bewegingen, zou je kunnen zeggen. En die bewegingen in jezelf gaan ontdekken, dat onderscheid zien te gaan maken van, hey, je kunt het gewoon voelen. Wanneer je als het ware op het goede spoor zit. Wanneer je op het gelukkige spoor zit. En als je op het ongelukkige spoor zit, van ga er naar binnen en ga dat innerlijke conflict onderzoeken in plaats van je te veel te bekommeren om het resultaat, te weten de emoties die naar buiten zijn gekomen en alle gedachten en alle gevoelens van schuld en schaamte die je daar dan weer over hebt. Dan dwaal je eigenlijk nog verder af, dan maak je het alleen maar erger. Nee, oké, de emoties zijn het resultaat ervan. Nou, die heb je dan geuit of gevoeld en zie dat dan, oké, dat is nu verleden. Maar ik ga nu naar binnen om te kijken, wat speelt er nu in mij? Waar zit het conflict? Met welke overtuiging leef ik nog? Welke onwaarheid zit nog in mijn geest die ervoor zorgt dat ik in conflict ben met mezelf? Hè, dus we hadden het in de eerste keer, in die emoties zei ik het ook in de eerste talk, dat het een gevolg is, een slecht gevoel of een nare emotie komt doordat er in jouw onwaarheid is binnengeslopen, maar jij ziet dat als waar en daardoor ben jij in conflict geraakt met de waarheid. Omdat er opeens zogenaamd twee waarheden in jou zijn die met elkaar in tegenspraak zijn. Hè, dus er is een tegenstrijdigheid in jou ontstaan doordat jij verschillende waarheden voor waar aanneemt, wat dus onmogelijk is. En de waarheid zelf, die kun jij ook niet ontkennen, dus die is altijd in jou. Je kunt hem wel ontkennen, maar die kan niet verdwijnen. Maar als jij dus een eigen overtuiging, een eigen waarheid binnenlaat, dan ben je wel in conflict. En jouw emoties wijzen daar dan op. Dus ga naar binnen en onderzoek wat er speelt. En
dan hervind je weer vrede. Innerlijke vrede kan alleen zijn waar geen conflict heerst. Want waar conflict is, zijn er twee. En waar twee is, is er strijd. Er kunnen alleen twee dingen zijn als die dingen contrasteren. Als die dingen niet aan elkaar gelijk zijn. Als ze volkomen aan elkaar gelijk zijn, dan zijn ze één. En waar eenheid is, kan onmogelijk strijd zijn. Nou, tot zover dit over emoties. Dank je wel voor het luisteren.